Het is 2023, maar we gaan het toch nog even hebben over 2022. Want was dat nu echt een van de slechtste jaren voor videogames ooit? Uh, ik heb hier gewoon even een, een, uh, een website gevonden: de metro. Um, 2022 is the worst year for videogames ever. Nou, zo had ik er nog wel een aantal. Uh, gevonden die uh, echt zich hun afschuw uitspraken over wat er allemaal aan games was uitgekomen en uh, dat het dramatisch was en alles werd uitgesteld. Het was een ramp, het was kut, het was kloten, het zoog aan alle kanten. En ik was het daar wel mee eens. En als je kijkt naar alle items die we gemaakt hebben met Game Kings aan het eind van 2022 en het begin van 2022 toen we aan het fruitblikken waren uh, of terugblikken, ook natuurlijk, uh, toen zei eigenlijk ook iedereen dat het gewoon niet zo'n heel tof gamesjaar was, dat het tegenviel. Weinig verrassingen, weinig innovatie, weinig echt hele grote games. Uh, volgens mij alleen skate. En misschien Steven, die zeiden dat ze dat er niet mee eens waren. Maar ja, goed, hun blik werd natuurlijk een beetje vertroebeld door Elden Ring. Uh, maar de consensus was gewoon, het was niet tof. Nou, als het dan niet tof was, als het gewoon geen goed gamejaar was... en in de comments zag ik ook heel veel gamers klagen erover... Dan zou je dat toch moeten gaan terugzien in de verkoopcijfers. Ik bedoel, als games kut zijn, als iets niet goed is, dan verkoopt het ook niet. Want je gaat geen kutgames kopen. Dus zou 2022 ook daadwerkelijk een heel slecht gamesjaar moeten zijn. Nou ja, dat, dat hield me eigenlijk al wel een tijdje bezig. Dat, dat, dat van, zat ik daar nou wel juist? Was het inderdaad echt zo'n slecht gamesjaar? Hadden gamers het nu zo ontzettend slecht? Of ben ik gewoon een beetje verwend omdat ik al mijn games gratis krijg? En moet ik eigenlijk? Ja, ben ik een beetje de zicht op de realiteit verloren? Ik ben het een beetje gaan onderzoeken. En dat kwam ook omdat er uh, onlangs een leuk artikel um, verscheen op gamesindustrie.bis. Um, iets waar ik vaak ben. En een analist van uh, ja, echt, echt een bedrijf. wat gespecialiseerd is in het onderzoeken van data. en ook de verkoopcijfers had van games. en de, de winstcijfers, uh, die natuurlijk in de jaarverslagen naar buiten worden gebracht, uh, had verzameld. Etcetera, etcetera, en aan de hand van zijn bevindingen dacht ik: van oké, okay, dan is het misschien leuk om daar in dit item nog een keer op terug te komen. Want laten we gewoon even heel eerlijk zijn: 2022 begon natuurlijk eigenlijk wel echt heel erg goed. Um, Elder Ring kwam uit, Lego Star Wars: de Skywalker Saga kwam uit, uh, Horizon Forbidden West kwam uit, uh, Pokémon Legends Arceus kwam uit, een aantal hele grote games die ook. Heel goed verkochten. Waarvan de meesten ook daadwerkelijk een hele goede recensie kregen. En uh, ja, dat, dat, dat was scoren uh, 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 geblazen. Pokémon Scarlet en Violet kwamen ook nog uit. Ik heb, ik heb hier ook nog wat headlines. Uh, Pokémon Scarlet en Violet becoming the fastest selling games in Nintendo history. Uh, Splatoon 3, uh, 3 sales surpassing 3 miljoen units in Japan na twee maanden. Uh, God of War Ragnarok heeft dus hoogste... Uh, launch verkoopcijfers van, uh, van, van de franchise uh, ooit. Uh, Call of Duty Modern Warfare 2 uh, is qua launch verkoopcijfers het dubbele van Call of Duty Vanguard is eigenlijk allemaal niet zo slecht. Dus op die manier toen ik dat zag toen dacht ik uh, ik begon een beetje te twijfelen van we roepen wel dat het allemaal zo slecht was maar blijkbaar zien gamers dat dan toch anders. En omdat nu Echt een klein beetje duidelijk te gaan maken, uh, moet je natuurlijk gewoon niet met speculatie gaan komen. En een hoop onderbuikgeleuter. Uh, maar gewoon met echte cijfers. En uh, laten we gewoon eens even naar die cijfers kijken. Laten we beginnen met het kalenderjaar 2022. En dan hebben we het over de revenue. En revenue is niks anders dan. Al het geld wat er binnenkomt, je legt je games en je hardware in het geval van bijvoorbeeld een PlayStation in de winkel en je paraphernalia, weet je wel, je figurines en je controllers en weet ik allemaal wat ze allemaal hebben, en daar komt geld voor binnen en dat is je revenue. En als je dan ziet, dan zie je dus uh, de revenue aan de linkerkant. En Tencent Games Division verkocht het meest, die haalde het meeste geld binnen. PlayStation deed het ook heel goed, met bijna 85, uh, ja, zo ergens rond de denk ik 23 uh, miljard. Dollar, moet ik even kijken. Ja, dat is 25.000 miljoen, dus 25 miljard uh, dollar uh, binnen. aan nou, Nintendo, Bandai, Activision, EA, Take-Two, Embracer Group, Sega, et cetera, uh, ga, ga maar zo door. En onderaan staat Capcom. Het rechtercijfertje, dat maakt het interessant. Want als het nu zo'n ongelooflijk zuigjaar was, 2022, en er komen geen goede games uit, dan zouden uh, bedrijven ook geen geld verdienen. En kijk nu eens. Oké, okay, Tencent heeft iets minder verkocht. Kan ik een vrij makkelijke reden voor geven. In China uh, werd Tencent eigenlijk een beetje de, 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 ja, de, de, de teugels werden een beetje aangetrokken. Ze mochten niet alles meer uitgeven. Er werd veel gecensureerd. En ik denk dat ze daar wat last van hebben gehad. Maar kijk je naar PlayStation. 18% meer omzet dan in 2021. Het jaar dat we allemaal in de lockdown zaten. En iedereen als een mongool aan het gamen was en game stuff kocht. Dat zou dus een enorme. Piek moeten zijn. En dan zou 2022, waarin we allemaal weer als een stelletje blije lammertjes de wijn mochten en naar buiten konden, uh, dan zou je dat toch moeten zien. Dan zou je toch moeten zien: van oké, okay, we hebben nu minder games gekocht, want we hebben daarvoor veel meer games gekocht. Is dus niet altijd waar. Nintendo, bijna hetzelfde. Uh, Bandai Namco, 22% meer. Elden Ring natuurlijk. Uh, Activision deed het dan weer minder. Ondanks dat Call of Duty veel beter heeft gedaan. Nou, IA 30% meer. Take-Two 42% meer. Embrace Group 133% meer. Moet ik even verklaren. Heel simpel. Embrace Group heeft gewoon ontzettend veel nieuwe labels erbij gekocht. Nieuwe studios erbij gekocht. Die verkopen natuurlijk ook allemaal games. En dat betekent op een keer dat je omzet hoger en hoger en hoger wordt. Um, Sega, Roblox. Ubisoft, zelfs Ubisoft, heeft meer verkocht dan het jaar daarvoor. Alleen Square Enix niet. Nou ja, die zitten een beetje in limbo. En Capcom ook niet. Maar die gaan dit jaar wel weer scoren. Kortom, acht van de. Even kijken, volgens mij waren het dertien. Uh, hebben het gewoon beter gedaan dan het jaar daarvoor. Dus was het dan wel zo'n kut jaar? Ik weet het niet. Dat is natuurlijk wel eventjes een heel interessant uh, feit om dat te bekijken. Gaan we uh, naar het uh, volgende bestandje? Uh, ja, dan wil je eigenlijk. Weet je wat? Wie heeft nu echt het meer? Je moet dan ook van alles kijken. De productiekosten, et cetera, et cetera. Om een beetje een goed uh, begrip te krijgen. Plus, het is ook ook te groot. Hè? Ik bedoel, je kan wel meer omzet maken. Maar als je ook meer dingen uitbrengt en meer dingen verkoopt, dan maak je ook meer omzet. Dit getalletje heeft zeg maar alles een beetje. Bij elkaar gebracht en eigenlijk het gemiddelde genomen. Zodat iedereen ongeveer even groot aan elkaar was. Relatief gezien. En dan wat dan uh, het percentage uh, revenue is. En dan zie je dus dat PlayStation de grootste groei doormaakte. Hardware. PlayStation 5 verkocht toch gewoon ontzettend goed. Uh, zeker naar het einde toen het er wat meer beschikbaar was. Uh, de Embrace Group natuurlijk door de omzet. Uh, Take Two. Ga ik het zo ook over hebben waarom die meer hebben verkocht. Bandai Namco. Elden Ring, uh, EA, Sega, Roblox, Ubisoft. Dus allemaal hebben ze het gewoon beter gedaan dan het jaar daarvoor. Waarbij PlayStation dus eigenlijk de meeste winst heeft gemaakt. Um, gaan we naar een volgend uh, cijfertje toe? En um, ook die is natuurlijk interessant. Want. Die revenue. Um, nou, laten we dan nog eens wat verder kijken. He, was het dan echt zo'n kutjaar? Als het een kutjaar was, dan moet je in één keer ervan uitgaan dat 2020 en 2021, toen de corona was, toen iedereen zich helemaal de koekeloers aan het game was, dat dat een enorme piek was en dat het naar beneden gaat. Is dus niet overal zo. Blauw is 2020, oranje is 2021 en grijs is 2022. En daar zie je dus bij uh, dat eigenlijk alle bedrijven op Activision na. Activision, even kijken. Activision ja Square Enix iets. Dat is, dat is verwaarloosbaar. <tok> en Tencent ook verwaarloosbaar, dat al die bedrijven gewoon een groei laten zien. Een groei, er wordt dus meer omgezet, terwijl het dus zo'n kutjaar was en alle games niet goed waren. Dat is toch best wel een beetje opmerkelijk. Um, wat is daar dan de verklaring voor? Wat is nu de verklaring voor het feit dat wij als gamers allemaal roepen dat games slechter zijn geworden, terwijl we dus meer geld erin hebben gestopt? Nou, er zijn twee verklaringen daarvoor te vinden. Ten eerste, uh, gamers willen gamen. Um, en dat is eigenlijk een goed teken, een goed teken voor de industrie. En, en waarbij de industrie dus ook laat zien, want je weet dus nu dat 2022 eigenlijk helemaal niet zo slecht gamejaar was. De gamesindustrie is recessie... Proof of meer recessieproof dan andere industrieën. Um, als het slechter gaat, je hebt minder geld te besteden als consument, dan ga je keuzes maken. En die keuzes die maak je altijd eerst de dingen die je kunt missen. En er zijn een heleboel dingen die mensen kunnen missen. Maar een van de weinige dingen die ze niet zo goed kunnen missen, is dingen waarbij je lichamelijk een laten we het noemen, een genotsprikkel krijgt. Waar je blij van wordt. Waar je eventjes afstand kan nemen van de ellende. Ik uh, bedoel, alcohol gaat bijvoorbeeld nooit echt heel erg achteruit. Mensen vinden het toch lekker om een biertje te blijven drinken of een wijntje. En misschien wel ietsje meer, omdat het gewoon een lastige tijd is. Uh, bij eten zie je toch ook dat men niet echt heel erg gaat bezuinigen op een aantal lekkere dingen. Men wil toch een klein beetje blijven genieten van uh, het leven. Vakantie... Is ook weer iets waar mensen wel op bezuinigen, maar dan toch wel op vakantie gaan. Dus ze gaan een keuze anders maken. Niet naar het buitenland, maar eerder naar Nederland. Entertainment, digitaal entertainment, ziet dat ook altijd. Hoe je het of wendt of geert, mensen willen toch games hebben. Gewoon, het leven is al kut, ik kan niet alles meer doen. Uh, ik heb geen geld om bijvoorbeeld al te vaak naar een restaurant te gaan of al te vaak naar de bioscoop te gaan dan maar gewoon binnen en dan moet ik gewoon een goede game hebben en dan vermaak ik mij eigenlijk ook wel uitstekend. Laten we ook eerlijk zijn, 70 euro is een hoop geld, maar als jij bijvoorbeeld een Call of Duty koopt of uh, een FIFA, um, dan heb je gewoon uh, voor 70 euro een hele lang, uh, lange tijd aan plezier. Daar kan een bioscoopkaartje niet tegenop. Daar kan uh, een lekkere biefstuk niet tegenop. Of daar kan een krat bier ook niet tegenop. Dat is na een dag op. Nou ja, kratbier bier misschien anders. Maar een game kun je gewoon heel lang mee. Uh, wat ik toen interessant vond. En dan moet ik even kijken of ik het kan uh, vinden. Uh, ik ben even gaan kijken naar. En met dank aan uh, een bedrijf die dat ook daadwerkelijk goed heeft uitgezocht. En dat is de GSD 2021. Dit zijn de games die in 2021 uh, het hele jaar. Dus eigenlijk alle verkoop duurt het hele jaar heen. Die stonden op nummer 1. En um, dus in 2021 wat Viva de best verkopende game. En in 2022 jawel. Als FIFA de best verkopende game. Het gaat mij om dat uh, vakje helemaal aan de rechterkant. Met het ene rode blokje en het andere groen blokje. Dat laat zien van: oké, okay, hoeveel heeft de nummer 1 van 2021 verkocht ten opzichte van de nummer 22? En dan zie je dus eigenlijk al dat alleen nummer 1 het minder heeft gedaan. Oftewel, FIFA heeft minder verkocht dan, <coughs> 20, uh, dan in 2021. Maar al die andere nummers, dus de nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hebben beduidend beter verkocht dan het jaar daarvoor. Oftewel, deze top 10 kun je zien dat er gewoon eigenlijk gewoon veel meer games zijn verkocht. Call of Duty Modern Warfare, 46%, Call of Duty Ragnarok, 24%, ten opzichte dus van Pokémon Brilliant van, laten we niet de games vergelijken, maar... Ten opzichte van de nummer 3 van vorig jaar, 83%, 112, 109, 102, 88, 41, 45, veel meer games werden er verkocht. Nou zou je zeggen: Ja, oké, okay, maar dit is boxed. Uh, moet je opletten als je kijkt naar de digitale cijfers, dat is natuurlijk een stuk minder. Nou, dan kan ik je vertellen: als je dat plaatje uh, nu voor je ziet. Dat is niet zo. Kijk maar, ook hier zie je allemaal weer groene blokjes. Eigenlijk alleen de nummer 7, die heeft het minder goed gedaan. De rest allemaal meer. 187 procent meer. 149. Grote verschillen. Dus er zijn gewoon meer games verkocht. Ook al zijn ze minder goed, ook al is er minder te spelen is er minder diversiteit, minder verrassingselementen, minder innovatie. Gamers willen games kopen en dan kopen ze maar de games die voorhanden zijn. En wie weet hebben ze ook nog wel heel veel back catalog gekocht. Want dan kom ik op mijn nummer 2. Oké, okay, er zijn dus meer games gekocht, maar misschien zijn er minder games uitgekomen. Dat is wel één conclusie die je zeker kan maken. Er zijn minder grote titels uitgekomen. Dus deze top 10 uh, zal misschien iets vertekenen, omdat daaronder bijvoorbeeld minder andere goed verkopende games zijn. Maar er is natuurlijk een verschuiving op de markt uh, aan de gang. En die draait om conversie van de gamer zelf. Ik bedoel, als je kijkt naar een FIFA, hartstikke leuk dat die boxt en digitaal meer verkoopt. Maar daar gaat het IE niet om. IE gaat het erom dat je iets met die game doet oftewel futkaartjes kopen. Uh, Call of Duty heeft hetzelfde. Battle Pass, uh, customization options, whatever. Um, nou God of War heeft niet F1 22. Eden Dito, Gran Turismo. Je weet nog wel die hele vervelende uh, 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 mogelijkheid om de dure auto's te kopen voor heel veel coins als het ware. voetbalmanager. Manager. Ze hebben allemaal die microtransactions. Het zijn allemaal service games. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Take Two, hè, die 42% meer omzet, waar komt die dan uh, vandaan? Die komt gewoon uit de market sections. Volgens mij bijna 70, 80%. Dat geven ze allemaal toe. We verkopen misschien meer of minder games, doet er niet toe. We maken meer omzet met de games als zich. Oftewel, de verkoop van games is dus helemaal niet meer zo heilig als we denken. Dat is waarom die bedrijven dus uiteindelijk ook gewoon meer omzet maakten. Maar. Dan kom ik bij het laatste stukje. Hartstikke leuk, meer omzet maken. Um, maar als je ook meer uh, uh, uitgaves hebt, dan heb je geen winst. En daar draait het uiteindelijk om. Welk bedrijf was dan wel winstgevend? Was 2022 wel zo winstgevend voor al die bedrijven? En daar gaan we voor naar het laatste um, statistiekje. En dat is de operating income heet dat. Operating income. Dat is eigenlijk gewoon de bedrijfswinst, het bedrijfsresultaat. En dan zie je dus dat Nintendo, ondanks dat ze dus in 2021 wat minder geld hebben verdiend, uh, omgezet, uh, hebben ze, zijn ze wel verre, verre verre weg het meest profitable. Waarom zijn ze dat? Ze verkopen hun Switch uh, niet met verlies. Hun software gaat vrijwel nooit de budgetbak in. En uh, alle paraphernalia die ze eromheen verkopen, van figurines en de film nu en et cetera, al dat soort dingen, de licenties die ze uitgeven, zijn fucking duur. Mensen kopen het, terecht, het is tof. Dat betekent dat zij gewoon een heel winstgevend bedrijf uh, zijn. Eigenlijk bijna twee keer zo winstgevend als PlayStation, wat maar een heel klein beetje winst heeft gemaakt. Dus ze hebben het ongelooflijk goed gedaan. Ze hebben veel meer omzet gemaakt, maar. Games zijn dus hartstikke duur om te maken. En de kosten van de PlayStation 5 razen ook de pan uit. Activision heeft het zelfs uh, een stuk slechter gedaan. Die heeft veel minder winst uh, uh, gemaakt. Nou, Bandai Namco, Elder Ring heeft het goed gedaan. EA heeft het goed gedaan. Met dank aan de microsections. Square Enix heeft het goed gedaan. Heel raar. Minder omzet, toch meer winst. Um, ik denk dat dit ook een deel te vermaken heeft. Ze hebben natuurlijk. Een heleboel van hun uh, studio's verkocht. Dus daar zal dit doorwegen. En Brazer Group staat hier niet bij. Sega heeft het hartstikke goed gedaan. En Capcom, Take Two en Roblox hebben dus minder uh, 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 winst gemaakt. Uh, ondanks dus dat ze meer omzet maakten. En dat is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk een beetje het gevaar. Uh, je ziet, alle bedrijven zijn nog steeds gewoon winstgevend. Het staat allemaal goed. Hé, hey, bedoel. Ik had het net over Recessieproof. Dat zijn deze bedrijven. Ze maken allemaal gewoon uh, nog uh, prima jaar omzetten. Maar je ziet wel de druk die nu wel echt goed op de ketel staat. Namelijk, games worden steeds, steeds duurder om te maken. Grotere teams, langere ontwikkelingsprocessen, uh, heel veel uh, 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 uitstel, waardoor de cashflow in problemen komt. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk dus. Uh, er zeker meer games verkocht zijn, maar dat dat nog niet wil zeggen dat er ook meer winst is gemaakt. Dus ergo, tot de conclusie is 2022 dan een slecht gamejaar geweest? Um, dan moet ik toch erkennen dat het antwoord daarop nee is, want gamers hebben meer games dan het jaar daarvoor verkocht. Er is meer geld in games gestopt dan het jaar daarvoor. En dat is volgens mij eigenlijk de enige manier om naar dat jaar te kijken. Um, misschien zou je nog steeds smaaktechnisch kunnen zeggen. Oké, okay, misschien dat titels in 2021 of straks in 2023 beter waren. Kwalitatief meer keuze. Uh, ook meer innovatie, et cetera, et cetera. Maar overduidelijk is: een gamer gaat niet een jaar wachten. Totdat er weer wat gespeeld gaat worden. Die wil gewoon zijn games blijven hebben. En op dat moment kiest hij dan gewoon in plaats voor het negentje, voor de acht of voor de zeven half en gaat daarmee aan de gang en heeft daar blijkbaar dus ook heel veel plezier in. Het gevaar zit erin dat uh, 2021 qua aanbod schraal was en dat dat misschien niet beter gaat worden als games allemaal zo ontzettend duur gaan worden om te maken. De industrie moet daar een oplossing voor vinden en komt waarschijnlijk als oplossing met de service games. Dan hoef je nog maar één game te maken en dan kun je het hele jaar daar geld mee verdienen. Maar je weet het, we hebben het al vaker gezegd, je kunt gewoon niet vier, vijf service games per jaar volhouden als gamer. Um, dat is onmogelijk, dat kost veel te veel tijd. En je wil ook die singleplay avonturen of die kleinere games spelen. Nou, of die dan nog gemaakt worden als je ziet dat die bedrijfskosten zo aan het stijgen zijn... Dat is dus nu de vraag in 2023. Um, en ja, uiteindelijk weten we dat pas weer in 2024 als we weer gaan kijken naar de inkomsten, de winst die gemaakt is en de conclusie of het daadwerkelijk ook een zo ontzettend slecht gamesjaar is. Dus um, ik trek mijn woorden een klein beetje terug. Persoonlijk vind ik het, vond ik 2022 voor mij wat minder uitdagend. Maar ik zie toch ook wel dat gamers gewoon nog steeds massaal en uh, meer dan ooit games hebben gekocht. Dus ja, zo verschrikkelijk kut kan het dan ook weer niet geweest zijn.